De laatste voorbereidingen voor de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement, NJP, worden nu getroffen. De stembureaus worden in gereedheid gebracht voor een vlot verloop van het geheel op de verkiezingsdag. Landelijk zijn er 343 stembureaus. Het grootste kiesdistrict is Paramaribo met 147 stembureaus die nu nog worden ingericht. Anil Gisai Dubé, voorzitter van de organisatie Commissie van de Verkiezingen, geeft aan dat de verkiezingen van het Nationaal Jeugdparlement niet altijd vlekkeloos zijn verlopen. Vooral wanneer de jongeren tussen 12 en 16 jaar zich moeten legitimeren. Zij hebben namelijk nog geen geldige legitimatiebewijs. De organisatiecommissie heeft, zoals de voorgaande jaren, weer verschillende mogelijkheden gecreëerd, zodat de doelgroep toch naar de stembus kan, zegt Gisai Dubé. In de meeste gevallen is er een probleem, vooral de lagere scholen, eerste, tweede, derde klas, MILO. En daar wordt in overleg met kiescommissie afstemming gepleegd. Dus zij mogen gebruik maken van een familieboekje als een geldig bibliotheekpas hebben. Een uittreksel, dat soort dingen. Maar ook een schoolregister in aanwezigheid van de klasseleraar. Dan mogen ze dus dat ook gebruiken. Dus als de leraar daar aanwezig is, de leerkracht, dan kan die zeggen van oké, daar staat meneer X voor. Dus, en dan maken we daar gebruik van het schoolregister. Dus dat is inderdaad een probleem. We hadden in de tijd een voorstel gedaan, maar we begrijpen wel dat dat wat geld kost. Maar het voorstel was dat alle leerlingen gewoon een schoolpas krijgen. Zodra je ingeschreven bent, krijg je een schoolpas. En daarmee zou je dus dan een geldige legitimatie bewijzen, want het wordt door de school uitgegeven. En dan zou je het probleem kunnen verhelpen. Anil Gisai Dubé, voorzitter van de organisatiecommissie Verkiezingen van het NJP. Deze verkiezingen worden op woensdag 8 februari gehouden. De kandidaten strijden voor een van de 29 beschikbare plekken in het jeugdparlement.